mensen, goedemorgen. Het is pittig vroeg en het is heel erg winderig vandaag. Niet ik, buiten is het winderig. Het waait heel hard. En ik zie op tegen naar het station fietsen. Want tegenwind is niet mijn ding. Dus ik hoop dat ik meewind heb. Darcy slaapt natuurlijk, zoals gebruikelijk nog. En ik heb net even de katten eten gegeven en dan is het tijd voor mij om te gaan. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik vandaag allemaal ga doen op mijn werk. We gaan opnemen voor Ponkers. En verder zou ik het niet weten eigenlijk. Vrijdag is er een hele toffe parodie op Ponkers. Die is echt de moeite waard om te kijken. En ja, let's go. En hele goedemorgen jongens. Ik ben net wakker. Ik heb even gedoucht. Want ik moet echt eigenlijk heel erg opschieten. Want ik moet er 5 minuten weg. Want ik moet naar de gemeente. Ik heb daar namelijk een afspraak om een paspoort aan te vragen. En als het goed is, Thomas had vanmorgen ook al een afspraak om zijn paspoort aan te vragen. Ik durf eigenlijk niet naar de woonkamer. Want het is daar onwijs rommel. Dus ik blijf er nog even uit. Want we gaan namelijk in juni naar Amerika. En daar hebben we natuurlijk een paspoort voor nodig. Dus die ga ik nu even aanvragen. En dan moet ik even pasfoto's laten maken. Dus ik ga me heel erg opmaken en heel erg shapen. Zodat ik mooi op de pasfoto sta. En dat klinkt overdreven, maar ja. Ik haat het als ik lelijk op die pasfoto sta. Dus ik ga me heel even snel omkleden. Want ik heb nog maar 5 minuten. En dan moet ik weg. En ik sta nog gewoon in mijn badjas. Een beetje naakt te zijn. Dus ik zie jullie zo. Zo, kijk. Mijn haren zitten weer goed vandaag, hè, Rino, of niet? Ga je niks zeggen? Oké. Het erge is, ik moest vandaag... Ik ben dus net op mijn werk. En ik moest vandaag... Even kijken, waar heb ik het gelaten? Ik moest mijn paspoort aanvragen. Ik had vandaag een beetje een bad hair day. En zo kom ik op mijn paspoort. Echt super serieus. Echt niet normaal. Maar ja, ik had er helemaal geen rekening mee gehouden dat ik ook het paspoort weer opnieuw aan moest vragen. Dus nou sta ik kaal op mijn paspoort. Dat was helemaal niet de bedoeling. Het was meer bedoeld als grapje van even kaal scheren en weer door met ons leven. Maar nu word ik de komende 5 jaar herinnerd aan dit grapje. Dus daar wil ik mijn kijkers heel erg voor bedanken. En nu ga ik weer door met werken, als jullie het niet erg vinden. Zwaai even, Noah. Hoi, leven. Jongens, ik sta nu in mijn portiek te wachten en ik heb echt net de tram gemist en ik was al te laat. Dus ik hoop dat ik nog op tijd ga komen. Ik heb me een beetje mooi opgemaakt, zodat ik zo op de foto kan en er niet al te lelijk uitzie. Ja, ik ben nu dus onderweg naar de gemeente, alleen wacht ik nog op de tram en ik moet er om 9:30 zijn. Het is inmiddels 9:50. Dus ik hoop dat ik het ga redden en dat... Als ik iets te laat kom, dat ze daar dan niet heel erg moeilijk over doen. Oh. Oké, ik ben net klaar bij de gemeente en ik moet heel snel. Want de tram rijdt achter me en ik ga het al niet meer aan, denk ik. Oh my god, nee. Ik wil hem halen, wacht even. Ik heb hem gehaald. En gelukkig had ik de tram gehaald. Hij rijdt nu weer weg, want ik moest natuurlijk uitstappen. Want ik ben nu onderweg naar Jade haar huis. En dan ga ik even Jade ophalen en dan gaan we naar mijn huis. En dan gaan we even lekker filmpjes schieten. En ik ga er even wachten. Oh, waarschijnlijk horen jullie er helemaal niks van. Want het waait ook nog eens veel. Oh, dat is ook. En ik zit even in Jade de kamer. En Jade is er ook. Hallo. En we gaan straks even naar mijn huis toe. Maar Jade moet zich eerst nog even klaarmaken. En dat duurt altijd even. Tenminste, zeg maar gewoon uren, jaren. 2 uur. Licht jaren dat het duurt. En dan gaan we even een video opnemen. En we gaan een seksvideo opnemen. En even denken, wat nog meer? Wat gaan we nog meer opnemen? Ik heb geen idee, misschien. Ik weet het niet. Het kan alles zijn. Ik weet het ook nog niet. Zo mensen, de werkdag zit er alweer bijna op. We gaan nu, doen we elke vrijdag, hebben op het werk. Gaan we met alle collega's gaan we... even presentaties doen, even kijken wat we allemaal gedaan hebben. En Robert, laat eens even dat ene stukje zien van de... Het vieze stukje? Het vieze stukje. Nou, dan moet ik wel
Dit is de endcard van... Ja, ga je de endcard doen of ga je het echte... Het echte vieze ja, stukje. Ja, het echte vieze stukje. Een previewtje is dit. Een previewtje voor jullie speciaal. Een previewtje. En hier komt hij. Het is een ponkers video. Daar komt hij, hè? Daar komt hij. Ik weet niet of je kan zien. De Bouwvakkers! De Bouwvakkers! Ik hoef niks meer te zeggen, denk ik. Kom, we gaan presentatie doen. Go! Go dan! Jersey, kom hier! Kom hier! Ja! Oh, lekkere dikke hond. Ja. Jersey! Jersey! High five! 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 Ja! Ja! Mwah! Wat wilt ie? Wilt ie een worstje? Welke wilt u dan? Nee, niet die, Sjors. Wilt u... een plakje. Salami? Wilt u salami? Wilt u salami, Sjors? Wilt u dat? Ja, gaat die mooi staan. Oh. Ga mooi staan. Nee, mooi staan. Mooi staan. Die springen. Kan je dat mooi staan? Ga mooi staan. Nee, mooi staan. Rustig. Ja! Oh, wacht, wat is hier? Oh, heb je zo'n plakje worst hier? Oh, moet je nog een? Eentje dan, Sjors. Ik ben toch de hele weg. Sjors, je luistert gewoon. Ja! En we zitten in de tram, onderweg naar mijn huis. En ineens is het buiten heel hard aan het regenen. En is het zonnetje weg en is het best wel koud. Nee. En we zijn weer thuis en het begon echt net toen we binnen waren, keihard te regenen. Het begint nu ook te onweren. Het is echt belachelijk. Heel de tuin staat ook helemaal blank. Horen jullie het? Oh, onweer. In ieder geval, ik heb net even croissantjes erin gegooid. En ik ga een eitje erin gooien. En dan gaan we lekker een croissantje met spek, kaas en ei. Oh, wou jij nou ook een croissantje, Jaap? Ja, tuurlijk, maar niet ei. Oké, ik heb het namelijk wel voor jou erin gedaan. Oh, lekker. We zijn nog steeds niet begonnen met filmen, maar we kwamen ondertussen, zaten we in een box te kijken. En daar zitten allemaal oude spullen van mij in. En dan kwam ik een vriendenboekje tegen en een oude haar. Zeg maar, dit heb ik ooit afgeknipt. Tot hier of zo was het toen. En allemaal oude spulletjes, gewoon allemaal leuk. Ik krijg gewoon een gratis buikmassage. Eigenlijk doet het best wel pijn. Ik heb net lekker even aardappeltjes opgezet en ik weet niet waar de katten last van hebben. Oh, nu ligt ze rustig. Maar net was ze echt de hele tijd heen en weer aan het rennen en ik weet het niet. Ze gooide dus een sok naast me neer. Nou ja, in ieder geval heel erg raar. Maar ik ben lekker spinazie aan het koken met aardappeltjes. Ik zal het even laten zien. Tenminste, ja. Ik denk, ik heb alleen nog maar de aardappeltjes op staan. En ik ga daar denk ik straks spinazie bij doen. En een cordon bleutje en jus d'orange. Jus d'orange, hoor mij nou. Jus, gewoon jus. Waar ik altijd moeite mee heb, is om in de keuken te blijven staan als je aan het koken bent. Ik vind dat zo verschrikkelijk vervelend. Ik wil hier gewoon niet een half uur staan terwijl ik aan het koken ben. Maar ja, als ik het niet doe, vergeet ik zeg maar dat ik aan het koken ben. En ga ik op de bank zitten. Ja, is ook niet echt goed. Maar in ieder geval, volgens mij gaat het nog goed. En zijn ze bijna klaar. Dan ga ik lekker de spinazie opzetten. En daarna de jus. Ik kook gewoon lekker om zijn beurt. Want ik heb geen zin dat ik helemaal moet stressen in de keuken. En alles tegelijkertijd klaar is. Goeiedag lieve mensen. Ik ben eindelijk thuis. En toen ik thuis kwam lag ik... Pardon. Toen ik thuis kwam, stond er lekker eten voor me klaar. Nou, ik kan helemaal niet klagen hoor, als man zijnde. Je moet samen met mij vloggen. Oh, samen met Dars vloggen. Jij hield je eten niet binnen, hè? Nee. Ik nam de laatste hap en heel mijn maag kwam samen. En ik moest rennen naar de wc. En het kwam zo er weer uit. Dus ik wil naar de McDonald's. Dat is wel gezond. Lag het niet aan het cordon bleutje. Hoezo? Vind je die niet lekker? Ik weet niet of die nog goed was. Oh,
Dus jij bewaart gewoon dingen voor mij om klaar te maken die niet goed zijn? Nee. Maar het lag al een paar dagen in de koelkast. Het lag niet aan de cordon bleu, ik weet het niet. Het ligt gewoon aan jou. Als je gewoon voedselvergiftiging hebt, heb je er pas een paar keer later last van. Dus niet bij je laatste hap dat je ineens moet kotten. Nee, oké. Okay. Wat is dit? Nou, dan ben je gewoon niet goed. Je bent zelf niet goed. Kijk! Alles heeft me uitgeschreven. Wat? Alles. Oké. Okay. Nou, dat was heel duidelijk. Aflevering. Voor twee mensen. Ja. Oké. Okay. Nou, ik ga het zo even lezen. Zullen we naar de Mac gaan dan? Ja. Ik hoef niks hoor. Lekker kipsessie met chili saus, een Mac croquetje, een euro hamburger. Wow, tasty. Rustig. Man. Ik hou van jou. Ik wil eigenlijk gewoon naar bed. Echt niet. Jawel, ik ben moe. Dat wil je helemaal niet. Jawel. Mm-hmm. Ja. Ik heb 5 euro. Gaan we naar de Mac? Oké. We gaan. Doei.